Ik hou ervan om dingen te onderzoeken. Ik hou ervan om met mijn neus vooraan te staan. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik reis vanwege mijn werk veel, ontmoet veel interessante mensen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je door dit werk echt wel gewoon dingen boven water krijgt die anders eigenlijk verborgen zouden blijven, onder de pet zouden blijven. En dat geeft heel veel voldoening. En ik ben er nu achter, ik heb zijn naam en ik weet wie het is. Of hij degene is die door die doelwit is genoemd als de grote man. Ja, ik ga contact met hem opnemen. Oké, okay, is goed. Oké, okay. Hoi. Hoi. Natuurlijk word je wel eens op het verkeerde been gezet en natuurlijk heb je wel eens het gevoel van nou ja, als ik deze informatie die ik nu krijg had gehad voordat ik publiceerde, dan was het een ander verhaal geworden. Dat is voortdurend een spanningsveld. Maar zo zie je, deze zaak blijft altijd weer voor nieuws zorgen. Ja. Op enig moment kies je ervoor om een onthullend verhaal toch te publiceren. Omdat je op dat moment meent voldoende informatie te hebben en ook horen wederhoor hebt toegepast. Maar dat kan nooit een garantie zijn dat het de volledige waarheid is. En dat maakt dit vak ook zo gecompliceerd. Het is een fantastisch vak. Ik heb het mooiste vak ter wereld. Met wat kanttekeningen links en rechts. Ik ga hier even verder, ik zie jou straks. Oké. Het is veel ellende. Maar je maakt mensen soms ook wel blij door dingen op te lossen. Door achtergronden van zaken te belichten. En ja, dat is dan toch ook wel weer heel mooi. Nee, er zijn wel eens periodes dat je het heel erg druk hebt. En dan gaat dat ten koste van je sociale contacten. Maar gelukkig zijn er ook wel weer periodes dat het iets minder druk is. En dan probeer je die contacten weer aan te halen. En ook je gezin weer de aandacht te geven die ze verdienen. Maar het is wel soms lastig om een goede balans te vinden tussen je werk en je privéleven. Eigenlijk staat er alles in het teken wel van wat ik doe voor mijn werk als misdaadverslaggever. En ook op privévlak moet je daarvoor wel regelmatig offers brengen. Maar goed, er staan ook mooie dingen tegenover.